Ruim 1 miljoen liter brandstof wordt er verhandeld per dag vanuit Hollandse Veld. Je bruiloft laten regelen en wat kun je allemaal met rubber doen? U kijkt naar Ondernemer in Drenthe. Vanuit de ondernemersfabriek in Hoogeveen komen we vandaag met 3 gasten die hier klaar zitten. Leendert Stuurtvoet, de directeur van Ruma Rubber uit Hoogeveen. Bo Nagegast van Trouw aan jou uit Bijlen. En Richard Vieten van Vieten Oil uit Hollandse Veld. Vieten Oil, hè? Vieten Olie. Olie. Ja, wel in het Nederlands. Nederlands. Oké. Okay. Ja. Je doet in tankstations. We kennen je vanuit het noorden, maar dat is eigenlijk niet alleen maar jullie werkplek, hè? Nee, we hebben een brandstofhandel waar we agrarische boeren, loonwerkers, grondverzet, transporteurs en tankstations beleveren. En dat doen we eigenlijk de bovenste helft van Nederland. Mm-hmm. En daarnaast hebben we een smeeroliehandel waarmee we smeermiddelen, motorolie, koelvloeistof en dergelijke verkopen. Aan garagehouders en dergelijke. Dat doen we ook eigenlijk over heel Nederland. En daarnaast hebben we nu ons 37e tankstation geopend. En dat is een netwerk van tankstations door heel Nederland. Ja, zit de familie Vieten al lang in de olie? 1935 is opa daarmee gestart. Hoezo? Was dat toevallig dan? Of, Nee, dat is eigenlijk gestart met veevoeder en kunstmest. Eigenlijk met de fourragehandel. Dus eerst veevoeder, later kunstmest erbij. En zo is dat later eigenlijk een beetje overgegaan in petroleum. Dieselolie, stookolie. En later gewoon de brandstoffen, benzine, diesel. Van vader op zoon, vader op zoon dan? Of meerdere familieleden in één bedrijf? Eigenlijk is mijn opa ermee begonnen. En mijn vader en mijn oom die hebben het overgenomen. En ik heb het later van mijn vader weer overgenomen. Ja, je dacht altijd, ik ga in de olie ook? Ja, dat idee had ik altijd wel. Of je ging als kind ook al mee? Je moest, Ja, eigenlijk al heel vroeg. Mijn oom die in het bedrijf zat is overleden. Toen heb ik dat eigenlijk opgepakt. En eigenlijk gelijk van school op de tankwagen. En dus eerst zelf een tijd op een tankwagen gereden, daarna binnen op kantoor en tankstations opgezet. Ja, en vooral misschien eerst hier in de regio, maar je hebt een strategie ontwikkeld waarbij je heel Nederland eigenlijk wil doen, hè? Ja, eigenlijk was altijd de bedoeling om in het noorden te blijven. Op een gegeven moment toch gekozen om iets verder af te zakken, Noord-Holland erbij, Utrecht erbij. En eigenlijk sinds vorige maand ook in Brabant actief. Hoe werkt zoiets eigenlijk? Want ga je op zoek, ga je rijden en ga je denken van hey, hier is een plek voor een tankstation. Hoe werkt zoiets? Ja, eigenlijk op 2 manieren. Er zijn tankstations die komen op een gegeven moment vrij dat een contract afgelopen is. Dan kunnen ze overnemen, dus dan gaan we met de eigenaar in gesprek. Maar ook we continu op zoek om nieuwe locaties te ontwikkelen. Dus bouwgronden op te zoeken en te kijken of we daar met de gemeente uitkomen om daar een tankstation te bouwen. Wat is het streven dan? Hoeveel van die tankstations wil je dan? Nou, dit jaar gaan we naar 40 toe. Die 3 nieuwe locaties zijn ondertussen bekend. Ja, volgend jaar gewoon weer kijken als er nog nieuwe kansen zijn. Of er ruimte is of dat zich wat aanbiedt. Ja, en soms gaat het heel snel en soms kan het ook heel lang duren. Sommige locaties zijn we echt 3 tot 4 jaar bezig. Van begin tot eind tot het klaar is. Maar je gokt dan op lagere prijzen, hè? Want dat doen natuurlijk anderen ook. Hè? We hebben zoveel om je heen ook. Ja, noem eens wat, een Tink weet ik wel. En er zijn nog wel meer merken die dat dan doen. Hoe concurreer je dan? Want, We proberen op iedere locatie altijd de scherpste te zijn. Dus wel een beetje als prijsvechter de markt in. En dat lukt eigenlijk op alle locaties. Hoe kan dat dan? Waar haal jij je benzine en je diesel er zo vandaan waar een ander dat niet vandaan haalt? Ja, wij laden een product op het depot waar ook Shell, Texaco, Esso het product laadt. Dus eigenlijk iedereen laadt op hetzelfde depot. Maar dat is de manier van inkopen, een beetje speculeren in de oliemarkt, voortijdig kopen, dus veel producten indekken in de stijgende markt. En zodoende zit je inkoopprijs altijd goed en de kosten laag houden. Ja, toch vraag ik me af, hè, is het niet eindig? Want we hebben het over hier over olie en over LPG en de restafval natuurlijk van de benzine en zo. Is dat niet eindig? We gaan toch naar andere dingen toe, naar elektrische auto's, naar waterstofauto's? Ja, er komt natuurlijk wel een hele transitie aan. Ik zelf gok op waterstof. Ja? Ben ervan overtuigd dat het toch binnen 2-3 jaar behoorlijke vlucht neemt, het waterstof. Op dit moment zijn er nog maar 3 waterstoftankstations in Nederland. Ik denk dat dat de komende jaren heel erg gaat stijgen. Wij zijn zelf ook continu aan het kijken om goede locaties te vinden
waar we ook eventueel waterstof kunnen gaan verkopen. Ja, maar dat is wel een miljoen investering, hè? Want die tankstations zijn geloof ik niet zo goedkoop, nee, of wel? Nee, dat is echt rond 1,5 miljoen per tankstation. Per tankstation? Ja. Dus keer 40? Hè? Ja, dat gaat heel gek. Dus dat zal ook niet direct gebeuren. Maar op een gegeven moment moet er wat gebeuren en zullen we toch daarin gaan investeren. Dus de vraag is, wanneer komen de auto's los en wat is de regelgeving voor waterstof? Want dat is nog steeds niet bekend. Nee, is het niet een beetje het kip-en-ei verhaal dan? Hè? Van als je geen waterstofauto's hebt, heb je geen waterstoftankstations. Als er geen tankstations zijn, heb je ook geen waterstofauto's. Ja, dat klopt, dat klopt. En de fabrikanten, wat we nu zien, zijn toch Hyundai, Toyota, die zijn eigenlijk... Die hebben goede modellen staan op waterstof. En ook de andere fabrikanten hebben eigenlijk allemaal een plan liggen voor een waterstofauto. Dus wij denken dat het heel snel kan gaan. En wanneer ga je dan beginnen met je eerste tankstations op waterstof? We zijn bij de nieuwbouwlocaties. Houden we er echt rekening mee dat er snel geschakeld kan worden om een waterstofinstallatie neer te zetten. Dus de ruimte is er wel? Ja. Hebben jullie al een super deluxe aerodynamische elektrische auto? Of misschien waterstof wel niet, want er zoveel zijn er niet. Ik rijd nog steeds op diesel, maar ja, dat is eindig. Is dat eindig? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat nog sowieso wel 15, 20 jaar dat diesel gewoon blijft. Want ook voor een vrachtwagen en voor landbouwvoertuigen blijft diesel nodig. Dat weet je dus ik zeker. Denk ook voor de personenauto's gaat dat gewoon doen. Maar als je in diesel rijdt, dan voel je je bijna een beetje schuldig in Nederland. Ja, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn volgens mij. Zo hebben ze het wel een beetje gemaakt. Maar een nieuwe diesel is natuurlijk helemaal niet zo smerig als ze zeggen. Dat valt natuurlijk reuze mee. Dat zegt een oliehandelaar dan, hè? Ja, maar we zijn nu ook nieuwe soorten diesel. Wij zijn bijvoorbeeld net overgeschakeld met één tankstation op HVO 100. Dat is een 100% biodiesel. En dat wordt eigenlijk gemaakt uit reststoffen. En dan kan Leendert ook tanken dan? Dat kan bijna in alle auto's. Okay. Ja. Oh, het is een fractie duurder dan de gewone diesel, maar het heeft een CO2-uitstoot van nul. Nou, dus, Leendert. Gelukkig maar. Hè? De diesel, ja, toch? Is dat een de mogelijkheid? Diesel hoeft nog niet verkocht te worden. Ja. Nee, is dat een mogelijkheid dan? Ja, het is toch mooi als we kunnen blijven rijden, nietwaar? Ja, Bo, rij jij ook op een auto met diesel? Ja, ik red het nog prima met mijn benzineautootje. Dus hij brengt me tot nu toe nog overal naartoe. Die gaat echt niet weg? Nou, ik kan niet zonder, nee. Nee, de kans is ook niet zo heel groot dat iedereen elektrisch gaat rijden in een korte tijd, denk ik, hè? Nee, elektrisch is natuurlijk heel snel opgekomen. Alleen als je nu ziet met die actieradius, dat mensen die lopen daar toch tegenaan 200 kilometer, 250 kilometer. Dus ik denk dat de techniek van elektrisch prima is. Maar dat er gewoon de accu's eruit en waterstof erin. En dat is de oplossing voor de toekomst. Waterstof, zeg jij. Ja, we komen toch weer op waterstof terecht. Ja, we hebben het vaker gehoord. Waar gaat het in de gaten houden? Ik ga eens even buiten kijken in Ruinewold. Ik ben de kleinste kruidenier van Nederland. Ik ben Henk Smit uit Ruinewold. Er is bijna niemand die de winkel kleiner van zeggen die nog enigszins kruideniersactiviteiten doet. Ik ben even met Ruinewoldse leg gegaan. Ik heb het huis toen gekocht en het is een symmetrisch huis. Wat hier aan deze kant is aan de andere kant van de gang ook. Dit vertrek was over. Nou, ik denk dat ik later al binnen kan ik hier wel gaan slopen. Maar ik ben nog niet in Molenhold, dus wat moet ik dan iets met dit vertrek doen? Nou ja, zo is het gekomen. Ik loop aan de winkel begonnen. Nou, zo is het echt gegaan. Ik was gek op die oude band. Ik had heel veel verzameld van die oude troep. En mijn vrouw net zo. Dus toen hoorde dat hier allemaal in de winkel gezet. En toen de kruidenierswinkel begon. Voor het scherm hebben we griezelig ouderwets. En achter het scherm hebben we hypermodern. Verhaal achter het product vind ik heel erg mooi. Spik en span door bijvoorbeeld. En iedereen kent ook de uitdrukking, hè? Het is weer spik en span. We hebben eens een keer een Tupperware party georganiseerd voor alleen nog kerels. Hier bij Café in Oost, dat was ook geweldig. Boerenlucht hebben we eens op de markt gebracht. Ja, we hebben echt van alles gedaan. Ik denk, hoe moet ik het over elkaar zien te krijgen dat met niet al te veel geld, dat iedereen in Nederland weet dat open service bestaat. Nou, daar hebben we de Boerenlucht voor in de wereld gebracht. En dat was een groot succes. We never part so hard.
Ik woonde vroeger in Alphen. Toen ben ik ook geboren en toen ik een jaar of drie was, toen zag ik voor de eerste keer een ijskeboer. En toen dacht ik van, wat er ook gebeurt, ooit komt de dag, dan word ik ijskeboer. Dankjewel. Nou, en dat is inmiddels gelukt. 5 jaar geleden hebben we al ijskoekarren gekocht. Je ziet het bijna nergens meer, hè. En wij zijn ook niet gesubsidieerd of zo. Wij verdienen gewoon ons eigen geld hier. Dus ja, dat is best wel uniek, denk ik. Ja, ouderwetse dingetjes bij opoes erfenis. Over ouderwets gesproken, Bonage gast van Trouw aan jou. Je bent een wedding planner. Willen mensen graag een ouderwetse bruiloft nog of dat niet meer? Nou, ik denk dat het trouwen vroeger meer werd gedaan dan een tijdje terug. Maar dat het nu juist weer wat opkomt. En daarbij is de ouderwetse bruiloft er wel een beetje van af. De mogelijkheden zijn zoveel groter geworden. Dat de trouw op het gemeentehuis... Geen feesten s'avonds meer met een bandje van 3 man die spelen en een prozing doen en zo. En dat nou, op zich wel. Een feest hoort natuurlijk bij een bruiloft. Maar het gaat vooral de ceremonie. Met dat het dan echt het ja-woord is niet meer... het kan nog wel op het gemeentehuis, maar wordt steeds meer op bijzondere dingen plekken gedaan. Ja. En ja, daar komt dan toch meer organisatie bij kijken. En daar kan ik dan bij helpen. Ja. Ik weet niet of jullie toevallig getrouwd zijn... Absoluut. In het gemeentehuis vroeger? Of, in het gemeentehuis. Ouderwets dus. Ja, nee, heel ouderwets. Heel ja? Ja? Nee. Toevallig, nou, was dat, ja, dat moest toen toevallig. Als je het nou over zou moeten doen, zou je het weer zo doen? Nou, ik heb destijds, we hebben een groot feest gegeven en een mooie locatie. Dus ja, gemeentehuis kan ook mooi zijn. Hè? Zo is dat, dat is ook zo hoor. Ja. Een wedding planner, je bent ermee begonnen. Waarom begin je met zoiets dan? Ja, het was een beetje... ik ben vanuit mijn opleiding eigenlijk in evenementen gerold. En toen werd ik gevraagd samen met mijn moeder voor een bruiloft. En toen dacht ik van, nou ja, hierin komt eigenlijk alles samen wat ik zo leuk vind om te doen. En dat is het organiseren, het plannen, het anderen graag naar de zin maken. En de styling en de decoratie is ook een groot onderdeel wat ik vaak tegenkom op bruiloften. En... toen ben ik dat toch eens gaan uitwerken en vorig jaar februari gestart met Trouw aan jou. Ja, een beetje gaan kijken van, goh, is er hier, werkt dat hier wel in het noorden? We zijn toch wat nuchterder. En, lieve ouderwetse bruiloft. Nee, dat niet, maar het woord wedding planner is nog wel een beetje, het schrikt mensen wel af. Het is best wel Amerikaans natuurlijk. En goh, wat kost dat wel niet? En dat kan ik prima zelf. Zo'n zenuwachtige dame die continu om je heen loopt en alles probeert te regelen en zo. Het is toch een soort van beeld wat dan geschetst is, maar... Nee. Maar nou ja, ik heb het dus geprobeerd en gewoon gekeken van, goh, is er vraag naar en ja. En dat is er, want je bent gewoon gestart. Ja, boven verwachting veel leuke opdrachten gehad vorig jaar. En ik moet zeggen, ik heb me ook al wat verbreed. Dat je op een gegeven moment dan laat je dingen zien wat je hebt gedaan. En dan nou ja, komen er zakelijk ook wel wat klussen aan. Zoals styling voor een gemeentehuis heb ik gedaan of een zakelijk diner. Dus het is niet alleen het trouwen, maar het is wel het onderdeel waar ik me in eerste instantie op heb gericht. En ja, voor aankomende zomer staan er 7 op de planning. Dus okay. Ja. Van extreme bruiloften, want die zien we natuurlijk ook wel eens op televisie en zo, hè? Ja, ik ben nog niet ingevlogen naar Ibiza of zo. Dat staat nog op mijn verlanglijst. Maar nee, ik heb wel een hele leuke opdracht, hoor. Echt voor van nou, bruiloften. Noem eens een waarvan je dacht, vond ik een hele leuke. Je hoeft de namen niet te noemen. Nee, hoor, wat ik heel leuk vind, is dat er een bruiloft wordt georganiseerd bij mensen in de tuin. En dat is, dus er is echt niks op dit moment. En daar verblijven de gasten de hele dag. Iedereen slaapt in tippie-tenten. En, het is een heel weekend, zeg maar. Een beetje het festivalsfeertje. Yeah. Wat heel erg gewild is op een bruiloft. Dus dat is wel... dat zijn de leukste dingen voor mij. Omdat ik daar natuurlijk echt los kan gaan. Maar is het budget wat je dan als echtpaar moet uittrekken... als mensen die willen trouwen, is dat dan hoog? Gaat het om een paar duizend euro? Hoe moet ik dat zien? Dat gaat over 20.000 euro's, 30.000 euro's, ja. Voor een complete regie? Oh, wat ik eraan verdien? Nee, niet zozeer van wat het kost dan. Wat kost het dan als ik jou inhuur en ik wil graag dat hele compleet hebben? Ja, dat gaat natuurlijk voor mij heel erg in tijd zitten. Op het moment dat ik mee ga denken over de organisatie of help bij het plannen. En daarmee kan ik natuurlijk afspraken maken met de leveranciers waar ik weer mijn voordelen uit kan halen. Maar ook het bruidspaar voordelen uit kan halen. Goed, als ik goede connecties heb en... en hun kan aanbevelen, dan is dat een win-win situatie. En op het moment dat ik bijvoorbeeld de styling verzorg, dan heb ik ook een stukje verhuur. Ik heb in de loop der tijd veel mooie materialen gemaakt en zelf verzameld. En dus zo wordt het een soort van totaalconcept wat ik dan eigenlijk verkoop.
Ja. Dus, wat is het meest extreme? Ik vind het wel leuk om even een voorbeeld te horen. Dan, Ja, echt extreme dingen heb ik nog niet echt meegemaakt. Ik sta nog zo aan het begin van alles dat ik, het is natuurlijk van zomer alles echt ga beleven. En maar goed, als iets van A tot Z gepland moet worden, dan is het wel voor mij wel een grote opdracht, ja. Ja. Het was een hobby. Je hebt het één keer gezien en dacht van, ik kan het zelf ook wel. Kun je er straks van leven? Want dat is dan ook een vraag, hè? Ja, ik hoop dat ik er uiteindelijk wel van kan leven. Ik moet zeggen, ik ben niet één van de honderden hier in het noorden. Want, nee. Ja, en dat is in het westen en in het zuiden is het wel is het heel normaal dat je een wedding planner inschakelt. Maar goed, ik ben nu op zich nog uniek. Wij zijn toch nog een beetje ouderwets, dat bedoel ik hoor. Hè? We regelen het zelf wel even. Ja, wel ook wat afwachtender of zo, denk ik. Ja, wat normaler. Maar de markt trekt zeker wel aan. En ja, als ik dan mezelf kan onderscheiden door ook dat stukje styling erbij te pakken. Dan, daar moet je het eigenlijk van hebben. Ja, dan loop ik toch een beetje voorop, denk ik. Ja. En die andere tak dan van die gemeentehuizen. En misschien eens een keer een feestje bij een bedrijf, bij je bureau of weet ik veel. Dat is dan erbij? Dat is wat ik erbij pak inderdaad. Ook omdat het seizoen natuurlijk echt in de zomer is. Ben ik toch ook wel verder gaan kijken van, goh, nou ja, hoe kun je dan in de wintermaanden ook aan het werk zijn? En dan zijn dan de beurzen die erbij komen kijken, waar ik dan ook voor aankleding kan zorgen en zakelijke dingen inderdaad. Het is hard werken dan om opdrachten te krijgen? Het is hard werken om een begin te maken en om een naam op te bouwen, ja. Maar goed, als je eenmaal een beetje er bent en mensen weten je te vinden, dan, dan gaat het vanzelf. Maar goed, het begin is toevallig. Heb je een tip vooraan van hoe je bekend maakt in de omgeving? Ja, ik denk dat het toch een beetje door beurs en zo moet komen dan. Veel netwerken. Ja, ja. Het is niet de mond-op-mond reclame. Ook wel hoor. Van een bruiloft komt een bruiloft, zeggen ze. Oh jee. Ja, precies. Ja, zo werkt dat. Ja. Dat bosje dat achteruit gegooid wordt. Hè? Oh, ja. Dat is gewoon een marketing tool. Ja. Nou snap ik het waarom dat er. De volgende klant. Ja. Oké. Nou, Leendert Stutvoet van Ruma Rubber uit Hoogeveen. Als ik nou zeg, wij laten heel veel bedrijven zien. We praten met heel veel bedrijven in dit programma waarvan we niet weten wat er gebeurt. Volgens mij is dat typisch een bedrijf waarvan we weten dat het al jaren in Hoogeveen zit, maar wat ze doen. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Hè? Het bedrijf bestaat 80 jaar. En het is echt hier ontstaan. En ook hard in ontwikkeling. We zijn ook zo klein zijn we ook niet. Hè? Klein zijn we niet, zeg maar. We hebben zo'n 110 medewerkers in Hoogeveen. En we hebben dan nog een vestiging in Polen waar ook nog een man of 60 werken. Dus bij elkaar is het best een serieus bedrijf. Ja, wie ziet dat, Richard? Nee. Ik wist wel van het bestaan. Ook wel dat ze veel rubber voor walsen en zo maken. Maar verder geen idee hoeveel medewerkers of... Nee. Rubber voor walsen hoor ik. Ja, dat is een van de activiteiten. Eigenlijk is de kerncompetentie het ontwikkelen van rubber compounds. En ja, wat wij rubber noemen, ja, we denken altijd het komt uit een boom. Ja. Dat is wat er uit een boom komt, is een natuurpolymeer. En er zijn vele typen polymeren. Nou, EPDM heeft iedereen wel eens van gehoord. Of siliconen. Nou, wordt het ingewikkeld. Of dat soort dingen. Nou, in ieder geval door het mengsels te maken van polymeren met hulpstoffen, creëer je een rubber compound. Ja. En dat wordt verwerkt uiteindelijk tot dat rubberproduct. En wat moet ik me daarbij voorstellen? En walsen, dat betekent dat alles draait of zo? Ja. Iets waar het overheen gaat? Ja, er zijn heel veel transportprocessen waar iets ronds in voorkomt. Nou, het bekendste is de autoband natuurlijk. Hè? Ja. Nou, die maken we dan niet. Ja. Maar in allerlei machines, of het nou een kopieermachine is waar een papiertje doorloopt, of de staalfabriek waar grote staalplaten overheen lopen, dan zijn het rollen meestal van staal met een rubberbekleding. En die rubberbekleding die wordt ontwikkeld specifiek voor de toepassing. En dat maken jullie zelf, dat ontwikkelen jullie zelf dan ook allemaal? Ja, dus in feite, we doen enorm veel aan ontwikkeling. Eigenlijk de kerncompetentie is het ontwikkelen van die compounds. En ons laboratorium is eigenlijk het centrum van onze organisatie. Van waaruit we diverse toepassingen ontwikkelen. Is het veranderd in de afgelopen jaren dan, wat je dan kunt maken? Ja, nee, het is, dat schuift natuurlijk, dat verandert met de marktbehoeften. Nou, de rollen is een belangrijke toepassing. Er zijn heel veel verschillende toepassingen die klanten bedienen, industriële klanten in de Benelux en Duitsland. Daarnaast zijn we actief in de energiesector,
waar wij de garnituren voor hoogspanningskabels... Garnituren voor hoogspanningskabels. Ja, dat niet goed, in de lucht, maar in de grond, hè? Ja, dat zijn ondergrondse kabels. En dat zijn in feite de kroonsteentjes van de hoogspanningskabels. En, maar die kroonsteentjes, dat zijn rubber lichamen die wel 80, 90 centimeter lang kunnen zijn. Dus we zien niks van Hoogeveen in de lucht, maar alles zit in de grond? Dat zit in de grond, ja. En daarnaast maken we allerlei soorten afdichtingen voor ook weer specifieke oplossingen. Ja, wat zijn jullie klanten dan? Dat is bijvoorbeeld de staalindustrie, Tata, IJmuiden, Ardag in Hoogeveen. Prysmian, de grote kabelproducent, het oude Draka-kabel. Dat is een belangrijke. En voor de rest een hele belangrijke ontwikkeling is de olie- en gasindustrie. Dus, dat is eindig. En dat is niet zo heel eindig. Begin ik weer, hè? Ja, begin ik weer over, hè? Ja. Ongetwijfeld zullen er allerlei veranderingen plaatsvinden, maar de wereldenergiebehoefte zal ongetwijfeld de komende tientallen jaren nog heel sterk van olie- en gasafhankelijk zijn. Want wat maken jullie voor ze? Wij maken afsluiters voor met name horizontale boorgaten. En het bijzondere is dat dit zijn zwellende rubbers. Dus in feite zoals je in de bouw wel eens peurschuim ziet, maar dit gaat wat langzamer. Specifiek voor een boortoepassing wordt een afsluiter gedimensioneerd. Ja, dat gaat er dan in of zo, moet ik me dat voorstellen? En dat zet uit en dan is die dicht? Ja, dan is de ruimte tussen de boorbuis, waar uiteindelijk het te winnen materiaal doorheen moet gaan, en het gesteente, dat wordt afgesloten. En het gaat met name over horizontale boringen. En dat, je moet je voorstellen dat ze een kilometer de diepte ingaan en dan een kilometer rechts of linksaf, ja. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om die gaten af te sluiten. En om efficiënt te winnen wil je drukverschillen kunnen opbouwen over die lengte van die buis. En doe je dat al lang dan, dit product? Dit product dat is een jaar of 20 geleden is Ruma één van de uitvinders geweest. Er is een hele lange ontwikkelingsfase geweest. En op dit moment verkopen wij dat aan de grote service companies in de wereld. De Schlumberger's en de Baker Hughes. En het product gaat feitelijk de hele wereld over. Naar Australië, het Midden-Oosten, de Amerika's, Rusland. En dat is in feite op dit moment de motor achter de groei van Ruma. Ja, ja. Dus het is echt lucratief voor Ruma om dit zo te doen. Ja, we zijn een heel gezond bedrijf. En dat is... het is komt spannend. Hier onder andere door? Dat komt hier onder andere door, ja. Ja, ja. Je hebt eigenlijk dus al die oliemaatschappijen heb je al als klant nu. Dus er zit weinig uitbreiding in. Nou, zo ver zijn we ook nog niet. Er zijn gelukkig ook nog concurrenten waar wij nog wat marktaandeel van kunnen winnen. En wat natuurlijk ook belangrijk is hoe groot de omvang van de markt zelf. Omdat het winnen van olie natuurlijk steeds moeilijker wordt. De makkelijk te winnen olie is over het algemeen al gewonnen. Worden de windmethodes worden steeds complexer en dan zijn deze toepassingen die komen steeds meer aan de orde. Wat is de toekomst voor jullie dan als het gaat om rubber, om rubber toepassingen in de grond, boven de grond? Nou ja, in feite gaan wij door op de weg het ontwikkelen voor specifieke compounds voor klanten. Dus in feite proberen we steeds technische oplossing voor onze klanten te ontwikkelen. En we hebben dus heel veel klanten die wij in feite ontwikkelrelaties noemen, waar wij zeer langjarige relaties mee hebben, waar we een of meerdere producten voor maken. En die eisen aan die producten die veranderen steeds. Ja, en dat zijn echt partnerships. Dus er zit nog wel groei in voor jullie? Ja, absoluut. Ja. Vanuit Hoogeveen? Vanuit Hoogeveen. Ja, dat is ook altijd de vraag. Je weet nooit wat je doet, omdat je ook een bedrijf in Polen hebt. Ja, we hebben een hele goede samenwerking met onze partners of ons bedrijf in Polen. Daar laten we een gedeelte van onze producten produceren. Maar dat gaat volledig onder regie vanuit Hoogeveen. Dus alle ontwikkelingscapaciteit zit in Hoogeveen. Ja. Bo, wanneer kun je van jouw bedrijf hier leven? Want je werkt er nu ook nog naast, je bent een starter. Wanneer hoop je daarvan te kunnen leven? Dat ligt een beetje ook aan de overige markten die zich daaromheen nog gaat ontwikkelen. Qua opdrachten die ik dus naast het weddingplannen zou kunnen doen. Dan moet ik zeggen, 's winters kun je ook prima trouwen natuurlijk. Maar voor deze zomer heb ik 7 op de planning staan. Ik vind het toch belangrijk dat ik de tijd heb om er voor een bruidspaar te zijn. Dus 1 per week is op zich voor mij wel de max. Kijk, goed,
ik zou, als ik bijvoorbeeld de styling kan doen, nog wel een combinatie kunnen doen. Maar ja, wanneer ik er echt van kan leven, dan moet het denk ik nog even 2 keer zoveel worden of 3 keer zoveel. Dan, Dan lukt het. Richard, je gaat als bedrijf de concurrentie aan met andere tankstations in Nederland. Wanneer heb je hem gewonnen? Want dat was een beetje erachter, hè? Meer tankstations openen, we gaan de concurrentie aan. Ja, we willen graag het netwerk sluitend hebben over Nederland. Dus dat ook onze zakelijke klant altijd bij een fietsstation terecht kan. En de particulieren kunnen we dan ook bedienen. En in hoeveel jaar heb je ervoor uitgetrokken? Ja, ik denk dat het wel de komende 2-3 jaar moet gebeuren. Want ja, je weet het, voor je het weet is het op. Ja, dus het moet nu echt gebeuren en dan waterstof worden. Ja, en dan waterstof. Oké, goed. Dankjewel voor jullie komst. Succes met jullie plannen en al jullie uitwerkingen. En wie weet tot de volgende keer. Dit was Ondernemen in Drenthe. Tot de volgende keer. Als programmamakers van Ondernemen in Drenthe komen we graag in de bedrijven zelf. Heeft u nou ook zo'n locatie waarvan u denkt van nou, daar zouden we het programma op kunnen nemen? Meld u dan bij ons en neem contact met ons op. Dan komen we misschien wel bij u langs.